wedstrijd tussen NEC en Go Ahead Eagles is vanavond uitgelopen op een flinke teleurstelling voor de Nijmegenaren. Go Ahead Eagles won met 1-2 van een zeer matig NEC. Na afloop spraken we met Ali Mesoud en Peter Huballa. Dan per toeval komt dan in de 92e minuut nog een doelpunt. Ja, dan kan je tegen niemand winnen. Dan kan je nog zeggen 0-0 of zo. Maar ze counten ons. De eerste doelpunt is belachelijk verdedigend. Dan ga je door 6 spelers door. Ja goed, dat is ja, wat je daar coachen als trainer. En dan het tweede doelpunt. En dan doen we niet de juiste keuze bij Antonia. Maar en dan zijn we altijd in balbezit. Maar even met lange ballen. Ja, en dan komt het doelpunt niet. En dan hoop je nog op een standaard of zoiets. Maar dan zie je ook dat wij dan aan de bal niet, vandaag niet goed genoeg waren. Veel wisselingen met Kadioglu met name. Ja, tweede helft bedoel je? Ja, we speelden tweede helft alles of niks. 3 verdedigers met 2 nummer 10's eigenlijk, hij en ik. Dus we moesten de bal vragen tussen de linies, hadden we ruimte. Ik moet zeggen, we hadden ook meer bal bezitten. Je voelde dat eigenlijk op het veld, had ik niet het gevoel dat Go Ahead Eagles er nog één zou gaan maken of zo. Nee. Absoluut niet. Ik was het eerste eerder te wachten op onze kansen. Die kregen we ook wel hier en daar, alleen ja, die maak je ook niet. Met balbezit win je geen wedstrijden. Ja, en dan tegen 10 man vond ik heel veel dat er gekozen werd voor de lange bal. Ben je het daarmee eens? Ja, vooral aan het einde. Ik bedoel, we probeerden nog wel te voetballen. Maar als zij met 10 man staan, weet je dat ze natuurlijk alle 11 in de eigen 16 duiken. Dan is het moeilijk doorheen voetballen of het moet op een hoog tempo. En dat hadden we tot vandaag deden we dat ook niet in een hoog tempo voetballen. Het was allemaal veel slag tempo. En dan probeer je het met een voorzet vanaf de zijkant in de 16. Dat schiet uit. Dat sticht altijd moeilijkheden op. Maar ik vond die ballen trouwens ook vrij zwak. Ik vind dat we toch heel, heel offensief gespeeld hebben. We hebben alles offensief nog ingebracht. We hebben echt, en ze hebben ook geknokt weer, also, we kunnen je niet zeggen, maar we zijn in enkele fase momenten zijn we niet goed genoeg. Zo. En dat moet je accepteren, maar we hebben alles gegeven en dan moet je ook maar verliezen kunnen.